Groen pakt uit met een nota om de steeds toenemende armoede in Antwerpen aan te pakken. Arbeid is daarbij een belangrijke pijler. Maar ook het leefloon kan als hefboom dienen. Schaf het leefloon van alleenstaande ouders daarom niet zomaar meer af, stellen de Groenen. Als je als alleenstaande zonder kinderen op een bepaald moment beslist hun leefloon af te nemen, dan duw je die kinderen rechtstreeks in de armoede. En dan kan je daarnaast nog heel veel flankerende maatregelen nemen, maar dat is een verlies dat je niet goed maakt. En dat ook economisch ondertussen bewezen is dat het rendabel is om echt te investeren in die kinderen. Dus dan zou je eigenlijk het tegenovergestelde moeten doen, dat leefloon behouden en optrekken via een aanvullende steun naar een menswaardig inkomen. Naast beleidsmaatregelen kijken de Groenen ook naar de buren uit Gent. Daar worden tandartsen in opleiding ingezet om op bepaalde momenten gratis tandzorg te verstrekken. En Gent heeft met een heel systeem ontworpen van heel geduldige studenten die gesuperviseerd worden. Een incentive dat de mensen krijgen als ze 2 keren geweest zijn voor preventieve tandzorg. En op die manier ziet men bij kinderen, maar ook bij volwassenen, dat de kwaliteit van hun tanden een stuk beter is. Dat zij geen gebit nodig hebben of veel later een gebit nodig hebben. En op die manier spaar je, kijkend over heel uw leven, toch heel wat centen uit. Zo kan je dus ook geld besparen en tegelijk armen helpen.